We gaan het hebben over de periode van de Tweede Wereldoorlog. Daarom staan we hier in het Verzetsmuseum. Maar we beginnen aan de periode kort daaraan vooraf, hè? Ja, dat is een periode dat de dreiging in Europa, in Nederland en in Gouda voelbaar is. In 1939 Duitsland is Polen binnengevallen. Frankrijk en Engeland hebben de oorlog verklaard aan Duitsland. Wij hopen nog dat we er buiten blijven, maar we moeten toch maatregelen treffen. En een van de maatregelen bijvoorbeeld die getroffen wordt is om de beroemde goudse glazen uit de sponningen te halen en in houten dozen te doen en op te bergen. Dus daar zie je al aan dat men toch wel iets gaat vrezen. En wanneer gaat die oorlog hier nou echt van start? Hij gaat echt beginnen op 10 mei 1940. Dan vallen de Duitsers geheel onverwachts ons land binnen. Ook in Gouda is dat natuurlijk meteen merkbaar. Om 12 uur 's middags gaat het eerste luchtalarm. Die middag gaat het nog 3 keer. Schuilkelders worden opengesteld. Er worden maatregelen getroffen met voedselvoorziening. Kortom, het is oorlog. Dan zien we op een gegeven moment, na een paar dagen oorlog, wordt het duister in Gouda en er komen stukjes papier dwarrelen naar beneden. En dat heeft te maken met de bombardement van Rotterdam. Dus dat wordt hier al gevoeld. Na de capitulatie dan worden maatregelen getroffen over voedselvoorziening. Schuilkelders worden verder gereed gemaakt. Je ziet ook in het begin dat jonge mannen worden voor de arbeidsvoorziening naar Duitsland getransporteerd, maar over het algemeen merken we hier in Gouda nog vrij weinig ervan. Zeker in het eerste jaar, oorlogsjaar 1940. Er zijn er al wel Duitsers te zien hier? Er zijn Duitsers te zien, die lopen hier door de straten. En ook dan kom je op de bestuurlijke kant. Burgemeester James, die accepteert de Duitse bezetting niet. Laat het ook op zijn geheel eigen wijze duidelijk blijken. Hij wordt dan ook als burgemeester afgezet. Hij wordt zelfs naar Scheveningen toegebracht, naar de gevangenis. De wethouder De Witwijnen neemt het van hem over. En na verloop van tijd komt hier ook een NSB-burgemeester, De Lira. Na verloop van tijd, moet ik zeggen, merken we er wel degelijk iets van, hè? Ja, na verloop van tijd natuurlijk het eerste verzet begint te komen. Maar wat ook heel dramatisch is, en dat merken we dan toch ook, dat de Joden worden hier uit Gouda weggevoerd. We staan hier voor de voormalige synagoge. En Gouda kende in de oorlog erg veel Joodse mensen. Hoe is het daarmee vergaan in de oorlog? Ja, met die mensen is het erg slecht vergaan. Van de totaal 500 Joden die Gouda aan het begin van de Tweede Wereldoorlog kende, zijn er maar een zeer beperkt aantal teruggekomen. Er zijn Joodse mensen die op straat zijn opgepakt en naar Westerbork zijn vervoerd. Maar er zijn ook razzia's gehouden, vooral later in de oorlog. En zelfs de mensen van het Centraal Tehuis voor Israëlieten, dus eigenlijk het bejaardentehuis voor Israëlieten, die zijn ook allemaal weggevoerd. Uitgezonderd één man die bijna 100 jaar oud en ziek was. Nou, die heeft men dan hier in Gouda gelaten. Omgekomen via Westerbork en Vught naar Duitsland gegaan, in de vernietigingskampen terechtgekomen. En slechts een enkeling is teruggekeerd. Hoe is het nu verder gegaan met de Joodse gemeenschap na de oorlog? Ja, de kleine groep die terug is gekeerd, die heeft gepoogd om zichzelf en de omgeving weer terug te vinden. Maar dat is heel moeilijk gegaan. Bijvoorbeeld de synagoge waar we hier nu voor staan, die hebben ze moeten verkopen omdat die veel te groot was geworden. Ze zijn opgegaan in de groepering in Rotterdam. De synagoge is toen naar de Vrije Evangelische Gemeente gegaan, maar op de deur hier is het gesymboliseerd hoe het met de Joden is vergaan. Namelijk Gouda, het wapen met de 6 sterren, daar is er 1. En dat zijn de Joden die niet meer zijn teruggekeerd. Die ster is er eigenlijk afgevallen. Dat is het trieste lot wat de geschiedenis van Gouda treft. Een ander symbool wat we nog in Gouda hebben is het Joodse poortje. Wat herinnert ook aan het wegvoeren van de Joden. Maar op dit moment is er eigenlijk weinig van de eens zo bloeiende gemeenschap overgebleven. We
We zijn hier op het Rauw-Wallenberg-plantsoen in het hartje van Gouda. Op een wel zeer historische plek. Hier heeft vroeger een groot klooster gestaan, want in 1943 is afgebroken. En in 1980 heeft men hier een zeer bijzonder poortje geplaatst. En dat wordt hier in de wandelgangen wel het Joodse poortje genoemd. Is dat het enige wat nog over is gebleven van een Joodse begraafplaats? Van de Joodse begraafplaats is dit het enige wat is overgebleven. We hadden twee begraafplaatsen in Gouda en dit is van de Joodse begraafplaats van de Boelekade. Die in 1976 niet is geruimd, want Joden ruimen begraafplaatsen niet, maar is ontruimd. En waar zijn die overledenen heen gebracht dan? De overledenen en ook de gedenkstenen die zijn overgebracht naar de nieuwe Joodse begraafplaats in Wageningen. En een deel is overgebracht naar de Joodse begraafplaats op de Westdam in Woerden. Er was nog een Joodse begraafplaats, zei je net. Waar was die dan? De andere Joodse begraafplaats is in Bloemendaal. Daar kun je nu niets meer van terugzien, want die is ook in 1976 geruimd. Maar die lag op de hoek van de Bloemendaalseweg en de Buchnerweg. En is er verder nog iets over wat herinnert aan Joodse begraafplaatsen? Ja, verder is er wat er nog aan herinnert aan de Joodse, eigenlijk niet aan de Joodse begraafplaats, maar wel aan het begrafenisritueel. Dat is het Metaheerhuisje. En dat ligt achter de voormalige Joodse oude liedentehuis aan de Oosthaven nummer 31. Een Metaheerhuisje, waar werd dat voor gebruikt? Dat werd gebruikt om de overledenen op te baren. Die werd daar ritueel gewassen en van daaruit vond dan ook de begrafenis plaats. Lagen er op de Joodse begraafplaatsen nou ook nog mensen die we nu nog kennen? Ja, ongetwijfeld. Hoewel de namen van de Joden toch veel verloren is gegaan, omdat een groot aantal na de Tweede Wereldoorlog niet meer is teruggekeerd. Maar één bekende persoon wil ik toch wel noemen. Dat is de vader van Leo Vrooman, de bekende dichter die hier in Gouda is geboren en opgegroeid. Die is in januari 1942 overleden, op de Joodse begraafplaats in Bloemendaal begraven. En ook hij is in 1976 overgebracht naar Wageningen. Jij wees net dat poortje aan, maar ik zie daarnaast ook nog een soort plaquette of zo. Wat is dat? Ja, dat is een plaquette die is aangebracht om de Joden die na de Tweede Wereldoorlog niet meer zijn teruggekeerd te herdenken. En dat vinden we ook nog weer bij het Metaheerhuisje, want ook daar zijn de namen van de omgekomen Joden genoteerd eigenlijk in steen. En we hebben dan ook hier nog de voormalige synagoge, wat heel symbolisch is, een gouds wapen met 6 sterren, waarvan 1 ster er dan afvalt. En dat is dan het deel van de Joodse bevolking wat in de Tweede Wereldoorlog is omgekomen.